Het is weer zaterdag en u weet het zo langzamerhand. Bij Skyline is het dan de hoogste tijd voor het leuke programma De Artiesteningang. En ook vanavond hebben we natuurlijk een hele leuke artiest. En ik denk dat heel Veghel en Uden en wij de omgeving er heel blij van wordt. Want hij is wijd en zij bekend. En Uden zeggen ze ook altijd van ik hou ervan en we houden ervan. Nou, ik denk dat u er allemaal wel van houdt. Want de zanger die we vanavond hier te gast hebben, dames en heren, die komt uit Uden. En dat is niemand minder dan Danny Robben. Goedenavond. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent, Danny. Voordat we verder gaan, we gaan zo meteen natuurlijk allerlei clips even kijken, dames en heren. Maar ik heb alvast één klein kort vraagje. Ben je geboren en getogen in Uden? Nee. Nee. Waar kom je vandaan eigenlijk? Ik ben geboren in Goorlen. In Goorlen? Ja. Hoe komt het dan de godvrees naam in Uden terecht? Ja, ik ben maar 3 weken in Goorlen geweest, de rest heb ik in Uden doorgebracht. Oh, dus dan ben je eigenlijk geboren, niet geboren, maar wel getogen. Wel getogen in Uden. Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen? Samenwonend en kinderen. En kinderen. Ja. Hoeveel kinderen? Totaal 4. Zo, dat is een lekker huis. Maar welke leeftijd? Dat scheelt nogal. Ja, maar dat is bij mij nog, maar dat maakt niet uit. Eentje van 19, eentje van 9, eentje van 7, eentje van 5. Wat gezellig. Ja. Of niet dan? 3 jongens en een meid. 3 jongens en een meid. Dat gaat goed, die knokken thuis? Alleen maar. Niet meer als bij een ander natuurlijk. Nee. Of minder wel als bij een ander. Maar goed, wie ook misschien wel eens ik heb geen idee wat ze dat doet. Misschien tegen haar broer. Monique Smit heeft een hele leuke nieuwe clip, dames en heren. En daar gaan we even naar kijken. Maak dan je move. En het is Mrs. Blue Eyes. Nou, de move die maakt ze. Het is best een gezellig liedje. We gaan even kijken. Monique Smit, daar gaan we. Yeah.
En toch een leuk liedje, dames en heren, van Monique Smit. We hebben te gast vanavond, zoals toen straks al aangekondigd, Danny Robben. En ik wil eigenlijk heel graag van jou weten, Danny. Hoe oud ben je eigenlijk en hoe lang zit je al in de muziek? Ik ben 42. Ah. En zit al vanaf mijn 13e in de muziek. Oh, dat is al. Hoe ben je daar zo'n beetje in terecht gekomen? Ja, wanneer ben je zanger geworden eigenlijk? Oh, dat is een jaartje of 17 inmiddels. Oké. Okay. Ja. En doe je. Ben je. Hoe moet ik dat heel netjes zeggen? Verdien je je kost? Nee. Als zijnde zanger? Is het je beroep? Nee. Wat doe je er nog naast dan? Ik werk op een heftruckje. Dus ik heel dag een beetje heftruck rijden bij een pallet recyclingbedrijf in Veghel. Oké. Okay. Ja. En echt alleen maar heftig rijden? Alleen maar heftig. Gaat dat niet vervelen? Nee. Radio erop, microfoon erbij en zingen met die app. Ja, zingen onder je, zo snollebolken zeggen. De raampje is dicht, zodat niemand er last van heeft. Dus, Oh, hij kan dicht? Ja. Hey, ja, recycling, wat recyclen jullie? Alles? Pellets. Pellets. Oh, dat ken ik, dat bedrijf. Dat zit ergens aan het water, toch? Ja, zie je. Ken ik wel. Hé, hey, enige tijd zat je bij ons in de top 10 met Angelina, hè, de zigeunende dame, waar je een liedje over gezongen hebt. Maar ik zag op YouTube, en ik ben natuurlijk een beetje gaan zoeken, hè, en daar zag ik ook een liedje voorbij komen, De Zigeunende Jongen. Dat is een covertje, dat is gewoon toevallig in een kroeg is dat opgenomen, dat ik daar aan het zingen was. Heb jij iets met die muziek? Heb jij überhaupt iets met zigeuners, met die muziek die ze maken? Ja, ik vind wat spreekt jou daar dan zo in aan? Ja, ten eerste kom ik zelf niet van het kamp of van... Nee, maar dat is ook niet wat ik beweer. Nee, maar die cultuur die staat me wel aan. Ik bedoel, ja. Die mensen die staan altijd voor iedereen klaar. En gezelligheid, alom met z'n allen bij elkaar muziek maken, ja. Dat is gewoon geweldig. Ja. Ja, goed. En er zitten ook hele goede muzikanten. Er zitten hele goede. En ook de oudere stellers. Wij spreken Tata Miranda. Ik vind het geweldig om te luisteren, die violen. En heerlijk. Ja. Het is ook... Want wie heeft met jullie die vioolpartij gespeeld bij Angelina? Zit geen viool in. Er zit geen viool in? Nee. Zit het dan in met een ander liedje? Nee, toch zeker? Ben ik nou echt helemaal van de wapje? Er zit een bezoekje in. Oh. Maar daar is ook een soort viool dan of zo. Nee, een bezoekje is een Griekse gitaar. Ja, maar daar zit ik dan zo in de war. Ik zit in de war, denk ik. Dan heb ik echt dan verward ik twee. Oh nee, daar is de clip van Henk Benaar. Die heeft ook zo'n liedje over een zigeuner die wil dansen. Dat was hem. En daar zit ik toch potverdorie volgende keer eigenlijk toch iets beter in lezen, dames en heren. Mijn excuses. Maar goed, maakt niet uit. We gaan lekker even verder, want ik heb nog een heel leuk liedje klaarstaan voor jullie. En dat is een clip van Gerard Joling. En die heet Vol Gas. En er is eigenlijk wel een nummer wat heel goed bij hem past. Want Gerard die zit ook vol gas. Want dat is altijd. Want als je kijkt naar Geer en Goor, laat ze af en toe wel zo'n hele vette scheet vloeren. Hè? Dus, maar in dit geval gaat het over het liedje. Gerard Joling, Vol Gas. Onderweg, oh wat is het weer druk. Ik wil zoveel dingen. Ook al leef ik soms snel. Ach, ik zie het straks wel. Of de ware komt voor mij. Een beetje verliefd. Ach, ik neem het verdriet. Ik ben niet te dwingen. Soms dan komt het moment. Maar voordat hij je kent, dan is het al voorbij. Dus ik ga maar door. Ja, elke dag door. Benieuwd wat de nacht me brengt. Ik ga vol gas, gewoon vol gas. Ik ga niet langer wachten op dat geluk. Maar ene stuk, ik wil geen lege nachten. Ik ga vol gas, gewoon vol gas. En als de dag zal komen, dan sta ik klaar. Gebeurt het maar. Uit te leggen. Ik doe wat ik wil, of ik lach of ik gil. Ook al stoot ik soms mijn kop. Een vliegende vogel, die vangt altijd meer. En ik durf te zeggen, straks kom je langs en dan pak ik mijn kans. Dan hang ik alle slingers op. Dus ik ga maar door, ja elke dag door. Benieuwd wat de nacht me brengt. Ga vol gas, gewoon vol gas.
duurt het maar, dan stop ik pas. Dus ik ga maar door, ja elke nacht door, benieuwd waar de nacht me brengt. Ik ga vol gas, gewoon vol gas. Ik ga niet langer wachten op dat geluk, dat ene stuk. Ik wil geen leven achter. Ik ga vol gas, gewoon vol gas. En als de dag zal komen, dan sta ik klaar. Gebeurt het maar, dan stop ik pas. Dan stop ik pas. Is het gezellig, kom feest maar.
Oké, dat was dan weer Frans Duits en Django Wagner in ons café. We hebben het een beetje over zigeunermuziek gehad. Nou, Django Wagner die oogt daar ook natuurlijk wel een beetje toe. Maar ook een heel gezellig kroegnummer in ons café. U kent het natuurlijk allemaal en heeft het thuis op de bank waarschijnlijk met een goed glas bier of een wijntje volop zitten meezingen. Heel gezellig, houden we er ook absoluut in. Danny, als jij zo s'avonds gaat optreden, dan in wat voor soort gelegenheden treed je op? Zit je gewoon in kroegen, bruiloften, feesten? Kermis Uden komt er misschien weer aan. Zit je ook op de kermis in Uden of niet? Ik ben er wel, maar in een andere gedaante. Je doet dan even het geluid voor iemand anders. Oké, ja, voor wie? Vraag maar. Liz Richards. Ah, doe jij het geluid dat voor Liz? Ja, die komt in ieder geval naar Uden toe. Ja, dat weet ik. Ja. Toevallig hadden we hem een aantal weken geleden hier ook de gast. Maar daarnaast, als je gaat optreden, wat is jouw regio? Mijn regio is heel Nederland en België. Toch wel? Ja. Oké. Want je zou zeggen, je bent echt, ja, toch een je woont hier in de regio en hoe kom je bij die optredens? Hoe gaat dat? Gaat dat via collega's of hoe werkt zoiets? Onder andere, ik bedoel, samenwerkingen. Ik werk heel veel samen met collega's uit België en die nodigen mij dan ook weer uit in België. En ja. Andersom nodig ik hun ook weer uit in Nederland. Hier in Nederland, ja, boekingskantoren, mensen die mij gewoon rechtstreeks benaderen. Ja, maar jij zegt, ze nodigen mij uit en ik nodig hen weer terug uit. Maar dan doel je denk ik op cd-presentaties of zo? Maar ook als ze in België artiesten zoeken en ze willen variatie hebben, dan word ik ook regelmatig gebeld om naar België te komen. Ja, zo. Okay. Ja, naar België is het. Dat is heel leuk. Ik werk in België heel veel samen met Andy de Wit, oftewel Ad van den Hulp. Ja. Daar werk ik heel veel mee samen, dat gaat perfect. Ja, wat dat betreft, dames en heren, België is een geweldig land. Je moet niet met Belgen echt moeten werken, zeg maar, in de zin van werken. Maar in de kroeg en een feestje bouwen. Ja, perfect. Kan niemand in Europa beter dan de Belgen, zou ik haast zeggen. Doe je ook Engelse nummers of zing je echt het Hollandse? Ik zing echt het Nederlandstalige. Ik heb één Engelstalige in mijn repertoire. Welke zitten. Is het? Dat is toevallig Suspicious Minds. Ja. Maar dan een up-tempo band. Dus een compleet nieuwe band, feestband ervan gemaakt. En dat past er toevallig net bij. Ja, en jouw hart ligt ook gewoon echt bij de Nederlandse. Bij de Nederlandse, ja. Dus kan ik tenminste begrijpen en verstaan wat ik zelf zing. Ja. Goed, je kunt dat nog opzoeken wat het betekent. Ja. Je hebt allerlei vertaalsites vandaag de dag, dat is allemaal hartstikke leuk. Grieks, zegt jou dat ook wat? Griekse muziek, zo, de Sitaki en dat soort dingen? Ja, is wel leuk. Ja, wel leuk. Maar de sfeer, ik bedoel, mijn kampvuurtje. Wat zeg je van, nou, dat genre, daar hou ik zelf heel erg van. Ja, mijn hart blijft bij het Nederlands. Maar je hebt verschillende soorten Nederlands repertoire. Hè? Je hebt à la Marco Bussato of Rob de Nijs. Je hebt echt de smartlappen. Ik doe zelf heel breed. Ik doe van nederpop tot tranentrekker. Okay. Dus het maakt me niet zoveel uit. Er zijn zoveel leuke liedjes. En of dat het nou nederpop is of smartlap. Waar je de zaal mee op de waar, ja, zetten. Juist. Waar de mensen lekker op meedoen. Of dat ik nou Kronenburg Park sta te zingen van Frank Boeien. Heb je die ook in je repertoire? Ja, ook. Zwart-wit heb ik ook. Ik heb ook van De Dijk, Ik Kan Het Niet. Dan vraag ik me wel eens af. Hoeveel nummers heeft een zanger eigenlijk in zijn repertoire? Je komt s'avonds ergens binnen en dan heb je een feest. Maar dan moet je natuurlijk wel een beetje kijken van wat zit er allemaal binnen. Wij zijn niet de hele avond daar. Wij zijn meestal maar een half uurtje daar. Nee, maar goed, in dat half uur tijd moet je toch denk ik ook een beetje inspelen op het maar publiek. Maar ja, dan laten de mensen mij ook echt puur komen voor het feest. Even gas erop. Even gas erop, dak eraf en door. En daar ben jij goed in, dak eraf. Daar gaat me aardig af. Ja, ik heb wel eens wat dingen gezien. Inderdaad. Hartstikke goed. Goed, we hadden het net over de Griekse en we gaan ook even kijken weer naar een heel leuk liedje van Florian Zielbergijsen, Jan Smit en Christophe. Want die hebben een heel leuk Grieks nummer gemaakt. Het leven danst de Sitaki. Club Draai. Ik durf het nooit uitspreken, maar als het de Club Draai is, dan is het vandaag Club Draai. Ik vorige week stond nog te zeggen waar zei ik ook weer? Club 3, zei ik. Met 3 B's of zo. Ik wist niet dat Club Draai heette, maar dat weet ik dan nou weer. Zo zie je maar weer. Van de muzikanten kun je altijd wat leren. Goed, het leven danst de Sitaki. Het licht brandt nog daar in een Grieks cafeetje. Er hangt een bord
gesloten aan de deur. Toch hoor ik glazen klinken, mensen lachen. En het lied dat wordt gespeeld dringt tot me door. Eén keer links, dan naar rechts en naar voren en terug. De wereld op zijn kop. Zo in een notendop. Het leven danst Sitaki. En als vrienden vallen wij in elkaars armen. Want vanavond is echt iedereen gelijk. Eén keer links, dan naar rechts en naar voren en terug. En alles op muziek. Het leven. Zorgt me tranen. De waarheid komt naar boven in dit lied. De deur gaat open, iemand roept: hey jongens! Dat is mijn vriend, kom hier en mis dit niet. Eén keer links, dan naar rechts en naar voren en terug. De wereld op zijn kop. Zo in de notendop. Hey! Het leven danst Sitaki. Hey! En als vrienden vallen wij in elkaars armen. Want vanavond is echt iedereen gelijk. Eén keer links, dan naar rechts en naar voren en terug. De wereld op zijn kop. Zo in een notendop. Het leven danst Sitaki. En als vrienden vallen wij in elkaars armen. Want vanavond is echt iedereen gelijk. Eén keer links, dan naar rechts en naar voren en terug. En alles op muziek. Het leven danst Sitaki. Het leven danst Sitaki. Clubdraai, het leven danst de Sitaki. Een heel gezellig nummer van dit drietal, dames en heren. We praten nog steeds met Danny Robbe, u allen wel bekend, onze eigen Udens talent. Danny, even iets van een heel andere slag. Op 15 maart waren de verkiezingen. Ben je gaan stemmen? Ja. Waarom? Ja, omdat je toch je steentje wil bijdragen. En ja, in de hoop dat je dat de partij waar je op kiest. Dat het ook daadwerkelijk wat geworden. Ja. Was je verrast door de uitslag? Wat vond je van de uitslag eigenlijk? Ja, moet ik er eerlijk in zijn? Ja. Helemaal niks. Nee, wat had je verwacht dat het zou gaan worden? PVV op 1. Ja, ja, er zijn heel veel mensen. Er zijn heel veel mensen die een proteststem hebben uitgebracht dit jaar. Hè? Ja. Ja, nou, het voornaamste wat ik allemaal op Facebook heb rondgezuimd, is van ga in ieder geval naar de stembus. Ik bedoel, je stem heel belangrijk, maar als je niet stemt, dan is een verloren stem. Maar, ja, daar ben ik met jou eens. Even tezijde. Jij gaat een Nederlandse cover uitbrengen met een Nederlandse tekst. Bij Stel. Oh ja, oké. Okay. Nou, nee, hij staat ook een nieuw nummer uitbrengen. Ik weet nog niks. Ja, nee, ik moet het goed zeggen. Jij gaat een Nederlandse cover uitbrengen met een nieuwe tekst. Dus welk nummer zou dat dan kunnen worden? En waarom? Wat voor soort muziek? Ja, dat heb je weer, dat natuurlijk. Maar noem eens een specifiek nummer. Je zegt van, nou, dat vind ik een leuk nummer. Daar zou ik wel eens willen coveren en een nieuwe tekst op willen schrijven. Nou, misschien niet zozeer een nieuwe tekst, maar wel een nieuwe band bij laten maken. Oh? En dat is? Ik was er bijna mee bezig gegaan. Ja? Het is een carnavalsliedje eigenlijk. Ja? Vraag me niet van wie het origineel is. Dat nummer dat is laatst afgelopen jaar gemaakt, ook gecoverd door Edwin Filet. Oh, ja, die ken ik. En, de man van Willeke de Stijl is daar. Als sla je me dood. Nee, dat doe ik niet. Ik ben vredelievend. Nee. Maar Edwin die heeft
ben jij alleen vannacht afgelopen jaar gecoverd. Ja, dat klopt, ja. En daar wilde ik een nieuwe band onder laten maken. Want die band die kan veel voller, veel meer feestelijker, veel meer ambiance in. Ja. Maar ja, heel eerlijk, dat kan ik gerust zeggen, want wij zenden niet uit in het gebied van Haarlem. Maar dat vond ik van de clip ook. Ja. Het was geen hoogstandje, nee, zeg maar. Nee, dat kan 100% bij. Dus die zou voor jou in aanmerking komen. Ja, ik ben bij Harold Queens geweest daarvoor. En Harold heeft die gemaakt voor Edwin Filet. Ja. En ik heb toestemming van Edwin om hem te recoveren. Ja? Ja. Dus volgend jaar wordt dat jouw nieuwe carnavalsnummer. Als hij mijn band ook maar krijgt. Ja. Hij wil wel die feestband hebben dan. Ja, dat begrijp ik. Dus, maar onder die voorwaarden. Maar er is ook nog een ander oud nummertje. Is ook van Andy de Wit, Carmen. Mm-hmm. Waar ik ook een nieuwe band bij wil laten maken. Oké. Okay. Ja. En met die twee nummers ga jij met in die 2018, twee gaan we komend jaar mee aan de slag. En dan volgend jaar ga je daarmee vlammen. Met de carnaval gaan we gas geven. Hartstikke goed. Wie jaren geleden, dames en heren, ook heel veel gas gaf. Dat waren de heren van Drukwerk. En we hebben zoals gewoonlijk in ons programma Artiesten Ingang, tenminste sinds dat we niet meer de top 10 doen, maar een aantal muziekjes laten horen, hebben wij de gouden oude clip. Een stukje nostalgie. En Harry Slinger die zingt in dit geval over Marianneke. En ze deed met tegenzin. Thank you.
Nog even terugkomen trouwens. Ja, drukwerk, dames en heren. Maar goed, dat hebt u net allemaal gezien. U was allemaal in helemaal vol ontswingen, denk ik. Ik kom nog heel even terug met jou op de politiek van zojuist. Want wat gaat nou in de rondte? We zijn eigenlijk een politiek programma, maar er zou met die uitslag gesjoemeld zijn. Ja, heb ik ook allemaal gevolgd. Ook via Facebook, dat er stembiljetten gevonden zijn in dozen, in kamertjes. Zou het op waarheid berusten, denk je? Ja, dat kun je ook niet weten natuurlijk. Nou ja, ik vind het... je weet het maar nooit in Nederland hoe dat allemaal gaat, dames en heren. Maar goed, dat was nog even de politiek. Ik zag het staan, denk ik, vraag er even. Ja, maar jij weet ook niet. Doe jij aan sport? Ja, in de kroeg. Nee. Ik train mijn pols. Ja. De andere hobby's waar je zegt van nou, dat vind ik leuk om te doen. Nee, buiten het zingen natuurlijk. Nee, muziek is mijn grootste hobby al vanaf mijn 13e. Speel je zelf ook? Nee, ik ben ik kan nog geen noot lezen. Nee. Maar wel eten. Ja, noten wel. Noten wel. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel jammer, want muziek maken is sowieso natuurlijk heel erg leuk. Maar jij doet het echt gewoon, zingen en... Ja, ik studeer, als ik een nieuw nummer instudeer, binnen 3 dagen zit hij erin en dan gaat hij meteen mee. Ja. Maar je hebt geen, buiten het zingen om, verder is niet echt dingen waar je van zegt, dat vind ik leuk om te doen. Of misschien iets met je gezin, dat je zegt, weet ik veel. Waar kan veel nog een zwarte markt, of dat het belangrijk is, dat weet ik ook niet. Nee, maar we proberen een beetje een beeld te krijgen van waar jij allemaal bent. En ik verwend mijn gezin al mijn leuke kleren en schoenen en mijn vrouw ook tevreden. Welke zwarte markt ga je dan? Ga je dan naar België of ga je dan naar... Tessendelo. Naar Tessendelo, ja, dat is een hele grote, hè, Tessendelo, hè. Ja. Moet je voor de aardigheid eens een keer gaan kijken, dames en heren. Maar hier om de hoek bij ons is ook elke zondag een zwarte markt, geloof ik, of een rommelmarkt. Ja, maar die heb je binnen nu gezien. Dat is binnen nu, ja, dat komt in Tessendelo tijd tekort, hè. Ja, want dat lukt. Daar heb je alleen het voorstukje nog maar gehad. Ja, precies, dat is echt heel erg groot. Ja. Eens even kijken. En in mijn vrouw's geval 2,5 uur het voorstukje. Pardon? Wat zei je nou? Zeg, in mijn vrouw's geval 2,5 uur het voorstukje. Dat is alleen maar kleding. Ja, dat duurt even. Dat is een van de redenen waarom ik nooit met mijn vrouw kleren ga kopen. Want dan ben ik altijd zo lang onderweg. Zij gunt mij dat ik in de weekenden weg mag en ik gun haar gewoon leuke kleding. Ja, dat doet ook heel goed. Hoeveel optredens doe je ooit op een avond zo? Want jij bent ook een artiest die ergens voor 20 minuten of een half uur en dan ga je weer naar het volgende adres. Maar er zijn avonden bij, dan pakken we er 3, maar er zijn ook weekenden bij dat ik er maar 1 heb. Ja, dat is Holland en stilstaan in het artiestenvak. Hè? Ja. Ja, dat klopt, oké. Als we nou eens... Ja, goed, je zingt al vanaf je 13e, je bent een jaar of 17. Ik zing vanaf pas 17 jaar. Vanaf mijn 13e ben ik als DJ begonnen. Als DJ, oké. Ja. Dat had ik niet helemaal goed begrepen. Sinds 17 jaar ben jij aan het zingen. Heb je nog andere ambities waarvan je zegt, nou, dat zou ik nog eens graag willen gaan doen? Nee, ik wil maar lekker lekker op de heftruck. Ja, ik wil mijn heftruck hier. In de weekenden lekker mijn ding doen. Ja, want dat is mijn ontspanning. Ja. Ja, daar kan ik mijn ei in kwijt. En dan ben ik weer helemaal opgeladen om weer te gaan werken, man. Ja, nou ja, goed, dat is niks meer mee. Goed, wie helemaal opgeladen is, dames en heren, is de zoon van André Hazes senior. Dat is natuurlijk junior. En die haalt alles uit het leven. Hij gaat werkelijk als een speer. Hij was onlangs met de carnaval was hij nog in Schijndel. Ik ben er zelf niet bij geweest, maar dat heb ik dan weer horen vertellen. Maar goed, het is toch wel, hij treedt toch wel met recht in de voetsporen van zijn vader. Hij echt helemaal net zoals zijn vader. Het zijn twee totaal verschillende types. Dat moet ik dan ook wel weer zeggen. Maar het is wel een jongen die wel wat kan. En hij haalt alles uit het leven. André Hazes junior. Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen en het heeft een heleboel kapot gemaakt. Ik ben een egoïst en dat zal ook wel zo blijven, maar voorlopig ben ik helemaal alleen. Ik ben een vrije jongen en ik hou van alle aandacht, daar kan ik nu eenmaal niet omheen. Niet om hem. Ik haal alles uit het leven. Drink de laatste druppel op. Er zijn nachten bijgebleven. Er stond een wereld op zijn kop. Je moet me leren nemen zoals ik altijd ben geweest. Je leven.
mijn geld straks op. Zij zijn meteen verdwenen, dat wist ik vanaf de eerste dag. Als ik dingen ooit opnieuw mag doen, maak ik dezelfde fouten die ik in al die jaren heb gemaakt. Maar ik zal er nooit van leren, daarvoor ben ik veel te koppig. En de vraag is of het veel had uitgemaakt. Ik hou alles uit het leven. Atemlos, schwindelfrei, groß
Hey, doe je wel eens aan de loterij mee? Of gok je wel eens een... Ja. Was naar het casino? Nee. Niet naar het casino, maar je doet wel mee met... Ja, nou, dat vind ik een hele goeie. Ja. Staatsloterij. Je bent... ja, dat kan wel in de staatsloterij. Je wint een bedrag van 2 miljoen. Ja. Nou, is leuk, hè? Wat ga je doen? Een album maken. Een album maken. Dat vind ik een mooi antwoord. De meeste artiesten die hier staan, en ik vraag ze, want er zijn toch vaak komen de vragen wel een beetje bij elkaar in de richting. Die zeggen van, nou, gaan ze een ander huis kopen, gaan ze even een paar maanden op vakantie. Jij gaat een album maken. Ja. En dan echt gewoon, dan laat je met allemaal eigen nummers? Met allemaal eigen nummers. Ja. Dan hoop ik dat jij de staatsloterij wint, want dan, ik denk dat heel Uje, we houden ervan, en daar hou ik gewoon, zeggen ze hier ook altijd, hè. Die is daar wel naartoe, denk ik, toch? Want je bent hier toch razend populair in de omgeving. Nou, populair wil ik niet zeggen, maar ze kennen me wel. Ja, ja, precies. Hé, als laatste krijg jij van mij 30 seconden zendtijd. Dat klinkt een beetje raar, want we staan al de hele tijd natuurlijk te babbelen hier. Maar jij persoonlijk krijgt 30 seconden zendtijd. Die camera, die is voor jou. En wat zou jij nou eens tegen de Uurse mensen willen zeggen? Daar zijn ze. Die zitten in die camera. Oh. Ja, had, had je die vraag niet even van tevoren kunnen stellen aan mij? Nee, want dan had je erover na kunnen denken. Ja, daarom juist. Lekker wat spontaan in jou opkomt. De Uurse mensen, ze kennen jou allemaal van het podium. Dus ze zeggen 30 seconden, ongeveer. Nou, ja, dat is bij, hè, 30 seconden. Hè. De floor manager, dames en heren, dat is Richard. Richard Rijmakers, die houdt 30 seconden bij. Dan kunt u thuis meekijken op de klok. Daar gaat hij. Ja, nou, wat wil ik tegen de Uurse mensen zeggen? Nou, ik wil ze wel alvast hartelijk danken... voor dat ze er allemaal bij waren met mijn optreden afgelopen maandag met de carnaval in de tent. En het was druk, zag ik, hè? Het was echt druk. Ja. En we hebben daar een leuk feestje gemaakt. En ja, wat wil ik zeggen? Ja, volg mij. Ja. En dat kan, dames en heren. 4 seconden? 3? Dat kan ook, dames en heren, want je kunt ze volgen. Want je kunt kijken op www.dennyrobben.nl en natuurlijk op Facebook. Dames en heren, Danny die gaat natuurlijk, die is hier vanavond niet alleen gekomen om met mij een beetje te babbelen, maar Danny gaat natuurlijk ook zingen. En een aantal weken geleden zat hij in ons programma, in de top 10, met de hele leuke single. Volgens mij heb ik er lang in gestaan. Ja, een heel tijdje. Want iedereen die attendeerde mij daarop. Dus, echt waar? Ja. Nou, ja, ik ben er... Dat vind ik fijn om te horen, want dat is ook weer een teken, dames en heren, dat u toch in grote getalen naar ons programma kijkt. En daar zijn wij heel erg blij mee. Hou dat vooral vol. Maar je hebt dus heel lang in die, bij ons in de top 10 gestaan. En vandaag is het dan zover dat hij het hier komt zingen. Dames en heren, u graag uw aandacht voor Danny Robben met Angelina. Angelina, Angelina, met je lange zwarte haren. Dans op zigeunerliedjes en de klanken van gitaren. Angelina, Angelina, mooiste meisje uit mijn dromen. Dans zoals zigeuners dansen bij het schijnsel van de maan. Kom dans en dans, toon je passie en je moed. Voor kracht en vuur met de jouw zigeunerbloed. Ola, ole, Angelina is zo puur. Angelina, mijn van passie en verlangen. Je brengt me in vervoering door jouw mooie blik bevangen. Angelina, Angelina, met je donkerbruine ogen, die vol liefde en verleiding steeds mijn hart sneller doet slaan. Kom dans en dans, toon je passie en je moed. Voor kracht en vuur met de zelfs zigeunerbloed. Ola, ole, Angelina is zo puur. Ole, ola, in de nachtelijke. Angelina, Angelina, op een dag ben jij de mijne. Dan zul je voor me dansen als de volle maan zal schijnen. Angelina, Angelina, mooiste meisje van mijn dromen. Kus me met je rode lippen tot de ochtendzon opkomt. Kom dans en dans, toon je passie en je moed. Voor kracht en vuur met de jouw zigeunerbloed. Ola, ole, Angelina is zo puur. Ole, ola, in de nachtelijke vuur. Kom dans en dans, toon je passie en je moed. Voor kracht en vuur met de jouw zigeunerbloed. Ola, ole, Angelina is zo puur. Ole, ola, in de
En dat was dan onze welbekende Danny Robert, dames en heren, met Angelina. Danny, hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid. Ik vond het hartstikke tof dat je wilde komen vanavond. Dames en heren, volgende week zijn we dan natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. En als u nou regelmatig naar ons kijkt, dan heeft u misschien wel gemerkt dat enige tijd terug we een technisch probleem hadden, waardoor de opname met Erik Baghuis eigenlijk gewoon helemaal in de mist is gelopen. Volgende week dan is Erik Baghuis weer hier. Dus ik zou zeggen, ik hoop ook dat u dan weer afstemt op ons en... Bedankt voor het kijken. En Erik is een topper, hoor. Erik is zeker een topper. Ja, hij is een topper. Maar wij hebben hier alleen maar toppers, dames en heren, in ons programma's. Gelukkig. Bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week. Bye bye.